Wijd Mijn Lammeren Gospel Shop heeft vandaag een studiedag georganiseerd met als titel Kennen, Herkennen en Erkennen van Stotteren. Stotteren wordt omschreven als spraak die wordt gekenmerkt door frequente herhaling of verlenging van geluiden, lettergrepen en woorden of ook wel door herhaalde aarzeling en pauzes die het vloeiend verloop van de spraak onderbreken. Volgens Gloria Liquijou, directeur van Wijd Mijn Lammeren Gospel Shop, is stotteren een fenomeen waar iedereen in Suriname op de een of andere manier wel mee te maken heeft. Maar het bijzondere hiervan is dat kinderen op jonge leeftijd wel geholpen kunnen worden, zegt Liquijou. Omdat daardoor de kansen op succes, succesvolle therapie, behandeling, hulpverlening voor deze kwaal eigenlijk, wordt verholpen. We hadden bijvoorbeeld een meisje, die was 6 jaar oud en die durfde niet eens haar naam uit te spreken. En ze kreeg dus begeleiding en nu babbelt ze als een waterval. Ze stottert af en toe nog steeds, maar het hindert haar niet meer om normaal te functioneren. Want doordat kinderen soms stotteren, al op jonge leeftijd leren ze zichzelf eigenlijk om woorden te vermijden. Of schamen ze zich om te praten en dat kan heel erg een succesvol leven bemoeilijken. Dus we vinden het belangrijk dat kinderen op tijd worden geholpen. En daarom hebben we speciaal deze dag georganiseerd voor mensen die vaak bezig zijn met kinderen. Zoals leerkrachten, crèche-leidsters, kinderwerkers, noem maar op. De eerste keer dat zo'n studiedag wordt georganiseerd? Nee, we organiseren regelmatig studiedagen. We hebben bijvoorbeeld studiedagen gehad over kindermishandeling, seksueel misbruik van kinderen, omgaan met moeilijke kinderen. Gloria Liquijou, directeur van Wijd Mijn Lammeren Gospel Shop. Ilse Yapayou, logopedist van Accretio Groepspraktijk NV, zegt dat deze studiedag vooral bestemd was voor ouders, verzorgers, leerkrachten en kinderwerkers. Zij hebben vooral geleerd hoe ze vroegtijdig het stotteren bij kinderen kunnen identificeren. Zodat ze zo snel als mogelijk aan de bal kunnen trekken als er wat is. Hoe ernstig is stotteren dan? Dat verschilt van persoon tot persoon. Als luisteraar kan jij zeggen van, hey, die persoon stottert heel erg. Want die laat heel veel herhalingen horen of laat heel veel verlengingen horen. Maar de persoon zelf ervaart dat niet als ernstig. Aan de andere kant heb je ook mensen die stotteren, maar dan of helemaal niet zeggen, zwijgen. Dan zeggen mensen, ja, maar dat is niet zo erg. Maar juist bij het zwijgen, het stilblijven, het niet zeggen, is juist een ergere vorm van stotteren. En het is vaak gebonden met hoe de persoon die stottert dat ervaart. Ouders hebben zeggen vaak, ja, ik wil mijn kind brengen voor stotteren, want hij stottert heel erg. Maar het kind heeft er geen last van. Hoe erg is het dan? Alus Ilse Yapayou, logopedist van Accretio Groepspraktijk NV. Ze sprak vandaag bij de studiedag Stotteren, georganiseerd door Wijd Mijn Lammeren Gospel Shop. De deelnemers aan de studiedag hebben een certificaat van deelname in ontvangst mogen nemen.